Aloha! Halloween vandaag. Dus gisteren kon ik niet komen. Dan kan ik vandaag de energie inzetten en een mooie astro-update geven. Vandaag Halloween. Sluiers zijn dunner. Alle zielen, alle heiligen zijn onderweg. Ik hoop dat je een leuk feestje hebt gehad. Maar ik hoop dat je vooral de betekenis weet van San. Ja, je moet het goed uitspreken als je een heks bent. Voor alle heksen en wizards, Happy New You, Happy New Jaar. Dit is de tijd voor ons, hè? Het donker, om naar binnen te gaan, te keren en te kijken binnen jou wat niet meer dient. Dit is de periode van het jaar. Maar we gaan terug naar het begin, hè? Hoe we beginnen. Kom je mij tegen, is deze reading voor jou. Wil je een consult? Hieronder is er een link voor aanvragen. Ik heb ook een hele leuke webshop, groepsreadingen, vind ik allemaal leuk. Rituelen doe ik maandelijks, maar dat moet je in de gaten houden, want ik doe het allemaal op gevoel. Ook mijn producten komen allemaal op gevoel. Dus zie je eentje die denkt, tik hem aan, want misschien komt het pas over een paar maanden terug. En dan kunnen we terug naar de vlog. Ik hoop dat jij je eigen donker bent tegengekomen, dus je verdriet, de kracht van jaloezie, wat hebben we nog meer? Frustraties, wrokgevoelens. Wat heb ik nog meer in deze dagen gezien? In een geval pijn. Pijn, diepe pijnen, mentale pijnen, lichamelijke pijnen. Die vertellen je ook allemaal lasten. Ik heb mensen gezien die heel veel lasten nog dragen op hun rug. Bij onze familie, wij dragen op onze heupen. Dus wanneer mijn heup begint te gaan, dan weet ik al, oeh, ik ben lasten aan dragen van anderen. Nou, zoals ik al zei, het is de feest der doden, is onderweg. Het allerbelangrijkste advies dat ik je mee kan geven, is je altaar. Daar ben ik al maanden mee bezig, want we zijn in oktober aanbeland. De sluiers zijn dun, bijna niet. Dus dat betekent dat je echt contact met gene zijde, maar ook dat je een ander heel goed kan aanvoelen, dieper kan voelen of beter kan zien, omdat het nu dunner is, dan zie je elkaar ook echt. En weet je wat nu aan de hand is? We zien mekaars donker. En een andere kan daar heel goed mee omgaan, een andere wordt bang, een andere gaat in attack. Dus de traumarespons is hier, run. Slaan volgens mij ook, vechten. Of freeze, hè? Dat was het. Die drie emoties zie ik constant terug. Even if, als ik naar een series kijk of documentaire. Het klinkt heel gek. Maar alles wat nu deze dagen gebeurt, zie ik dat allemaal in mensen. Presentators, hè, daar kijk ik naar. Ik hoor het zelfs, want ik ben heldendhorend, heldendproevend. Ik zie dat we keihard aan het werken zijn aan onze schaduwen. Maar ik wil je laten weten, als jij bezig bent met schaduwwerk, één ding wil ik je meegeven. Wat heel belangrijk is, zodat je dieper gaat duiken, omdat Mercurius naar Scorpioen is, is om jou te helpen in te zien. Het donker is heilig, wist je dat? Het donker is zo heilig, waarvan ook daar het licht wordt geboren. Dus ik ga jou vragen om desnoods het licht aan te doen, uit te doen thuis. Kaarsjes aan te steken en te gaan zitten met jezelf en ask yourself. Wat is mijn blinde vlek? Wat dient mij niet meer? Wie is het? Waar komt het vandaan? Wat kan ik doen? Wat is nodig in dit leven? Nou, ik heb zoveel vragen. Je weet wel, ik geef een paar voorbeelden, maar misschien weet jij je eigen vragen te formuleren. Waarom overkomt mij dit heel vaak? Ga daar wel op zoek. Want alleen maar in jou liggen alle antwoorden. En de andere kun je zien en vergelijken, maar het is nooit hetzelfde. Niets is wat het lijkt, hè? Want mensen lopen met maskers. Alles is een moment. Alles is ook tijdelijk. Dingen veranderen. Mijne van gisteren is al lang overleden. Is vandaag anders. Dus ga maar voelen. Ga maar voelen. En vuur is het symbool voor deze tijden. Voel je je niet fijn? Schrijf dingen op en verbrand het op je balkon en je tuin. Maak vuurtjes, maar wel veilig. Ik hoop dat je wel van die brandingen thuis hebt. Steek kaarsen aan. Steek
heel veel kaarsen aan. We hebben ook nog de diwali die aankomt. Steek het aan om het te verlichten in jou, in je gezin, met je kinderen, met je lover, je man of je vrouw. Het is heel belangrijk dat dat in het licht blijft staan, omdat nu alles donker is, omdat het opgeruimd wordt. En het donker is heilig. Dus de meneer met de zeist heeft ze recht nu om sommigen op te halen, sommigen af te knippen, sommigen te knuppelen daarmee. Nou, heb je een signaal gekregen van meneer van de zeist? Kijk ernaar en ruim op. Ga lekker lang in bad liggen. Spirituele baden, voeten baden, meditatie. Mensen horen mij, maar misschien luister je niet zo goed. Of misschien verwoord ik het minder goed. Dus ik ben niet hier aan het smeken, maar ik ben je echt aan het vragen. Alsjeblieft, anders ga je heel veel gekke dingen ervaren. Onprettig, heel pijnlijk. En misschien moet het ook wel allemaal gebeuren, hè? Want niets is een toeval. Maar ik adviseer je om alleen te zijn in deze donkere periode. Zeker tot winter zonnewende. Gewoon sylvester alone. Om naar jezelf te kijken en naar de omgeving en uit de raam te kijken. Om te zien wat voor jou wel klopt en wat niet, wat niet klopt. En het doet er niet toe. Als het voor jou klopt, betekent niet dat je vriend of je vriendin of je kinderen ook het moeten doen. Dit is een YOLO-solo reis in het donker. Ga het donker in, hè? En steek kaarsen aan en heb een gesprek met de bron, de engelen, met je voorouders. Ga naar je altaar en ga offeren. We hebben een nieuw begin. Dit is het donker naar het nieuw begin. Zet snoepjes op je altaar als je ooit kinderen hebt verloren. Zet drank op je altaar als je opa's, hè, of een vriend ooit, hè, een man hebt verloren, een sigaartje, tabak zie ik voor me. Offer. Breng water, warm water. Breng witte rozen. Breng appels, kaneel, kruiden. Doe something bij je altaar zodat je het ooit terugkrijgt. Ga krediets opbouwen. Zodat je later allemaal mooie dingen mag ontvangen. Voor nu moet je keihard werken aan jezelf, om je heen, binnen en dan treed je naar buiten in de lente. We gaan nog de witte zon. We zijn ook dieren. Kijk wat de dieren nu doen. Die gaan toch allemaal naar binnen. Ze hebben keihard gewerkt. Ze gaan keren. Ze gaan met elkaar naar chit-chatten. Ze gaan plannen maken voor de toekomst. En daarna komen ze naar buiten. Dus voor ons betekent dat we ons terug moeten trekken om weer op kracht te komen tot de winterzonnewende. Je bent moe. Ik ben moe. Iedereen is moe. We zijn moe van onszelf. Van dat ene wat niet opgeruimd is. Dus een nieuwe cyclus komt eraan. Wat ga je doen? Wat is nodig en wat niet meer? Maar wat vooral belangrijk is, we hebben een feest der doden. Je voorouders. Vraag ze om hulp. Engelen. Ga naar een feestje Halloween. En wees lief voor jezelf en anderen. Heb de juiste gesprekken, stel de juiste vragen. Geef aan, joh, ik ben een beetje uit balans. Ja, ik zie dat jij wel in balans bent. Of samen zijn we uit balans. Wat gaan we doen? Gaan we naar de zwembad? Gaan we naar de sauna? Als je zo'n goede man, een goede vriendin hebt, je samen met je kinderen. Actie voor een hogere plan. Zodat je dat mag ontvangen. Kijk, ik ga even tikken van jullie. Dat was een klik. Yes? En morgen alle zielen, alle heiligen, echt mijn feestje. Steek een lantaarn aan voor jezelf. Dan maar zeggen, hè, hoe ze dan zo met een lantaarntje lopen. Nou, zet een intentie in en steek hem voor jezelf aan. Zodat je voorouders je kunnen vertellen wat beter kan. Ja, dan gaan we naar de kaarten. Ik heb vandaag de godin orakel uitgekozen. En Rakel de Liefde. Ik denk, we gaan het zo doen vandaag voor Halloween. Ik kon wel donkere kaarten kiezen met Santa Muerte en allerlei kleuren. Maar ik dacht, babbelap, we gaan gewoon vrolijk doen. Want dat is de weg uit het donker naar vrolijkheid. Terugtrekken, hoor ik terugtrekken. Ga nadenken over wat je achter gaat laten. Welke lasten mag je nu loslaten? En dat is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen. Het zijn mensen.
En het is niet dat je ze voor altijd moet loslaten. Het is dat je ze moet loslaten tot ze evenaren waar we zijn. Helaas. Maar het is de mooiste cadeaus die we elkaar kunnen geven. Ruimte voor een nieuw begin. Ik geloof daarin. En dan kom je elkaar tegen op de mooiste dag, op de hoogste berg. Met de grootste dingen die je met elkaar kan delen. Ook in liefde. Daar heb je een hele mooie islamitische verhaal, gedichten. Maar dan ga ik het maar op mijn manier vertellen. Soms komt een man een vrouw tegen. Of man, man, vrouw, vrouw komen elkaar tegen. Ze zien elkaar. Ze lopen richting elkaar. En dan op de brug valt een kind van de brug. Eén van jullie twee gaan helpen. Want je bent van mijn as world. Je helpt. Maar wanneer je dat kindje uit het water hebt gehaald, kijk je op. Is degene weggelopen? Want het was alleen maar tijd voor de ontmoeting. En daar heb ik het over het jaar 6 verleden jaar. En we gaan naar 2024. Wanneer je iemand ontmoet, die soms nog ineens bij je past. Hè? Het kan gewoon jouw eigen, het is voor je eigen reis. Maar dat de persoon jou aanraakt zonder aan te raken. Jou laat herinneren wie jij in werkelijkheid bent. Ze hoeven niet naast je te slapen of een relatie met jou aan te gaan. Het kan ook een hondje zijn of een kind, een collega. Een moment bij de tramhalte, bushalte. En dat staat nu allemaal te gebeuren na winter zonnewende. Zodat jij je kaars mag aansteken. Je godsvonk moet aan. En om dat te ervaren is heel veel narigheid die eerst uit moet komen. So, happy new you. Keltisch nieuwjaar. Oké, dat was het wat ik nog moet zeggen. Toen ik de kaart aanraakte, ik breek hem even. Dat voelt zo. Diana is hier. Met een pijl en boog, geconcentreerd aandacht, zegt ze. Hou je vastomlijnde en heldere ideeën, gevoelens en handelingen geconcentreerd op je doel. En je zult van doen spreken. Nou, nog eentje. Ha, Artemis. Wat leuk. Allebei zijn gericht. Kijk, hoe mooi. Oh, dat vind ik echt leuk. En dit is de bewaker. Jij en je dierbaren zijn veilig en staan onder geestelijke bescherming. Je bent veilig. Ga dat voelen. En anders, edelstenen, edelstenen, edelstenen. Zout, 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 zout. Opruimen. Aura spray van mijne, aura spray van mijne. Kan ik hem pakken hier? Yes, ik kan hem pakken. Aura spray van mijne. Het helpt echt. Hieronder kun je bestellen. En let op, ik heb er maar 40 of zo of 30 gemaakt. Let op, het voelt zo. Oké, vandaag was Lakshmi om ons te garanderen dat we een stralende toekomst hebben. Als je eraan gaat werken, staat vast gegarandeerd. Maar eerst op kracht komen. En dan gaan we kijken. Vandaag nog en gisteren, begeleiden van kinderen. Dat zeg ik. Heftig. Woensdag, donderdag. Dag van de alle zielen. Bam! Daar is mijn vriendin. Kali, c'est moi. Oui, c'est moi. En een weekend. Ik hou van Kali. Nou ja, jongens. Ze komt er gewoon uit. En past. Kom maar. Bam! Dat zijn die godinnen die ik zeker eer en snap. En heel veel mee werk. Zijn jullie er klaar voor? Kijk eens hier. Moeder Maria. Al weken. Ik ben echt wees gegroet Maria aan het leren. Want ik kan het alleen maar in het Portugees. Zo vroeger. Hè, toen ik naar catechese ging, zeggen ze dan. Maar op dit moment is moeder Maria heel belangrijk. Op vrouwelijke energie. Kwaïn. Oshun. Imanja. Kali. Bast. Diana. Moeder Maria. Wat hebben we nog meer? Butterfly Virgin. Transformatie. Na die transform, wonderen. En weet wat wonderen ook betekent. Wonderen betekent niet dat je in één dag in de vliegtuig stapt en dan ben je helemaal daar. Een wonder is dat het voorbij is en dat je het kan zien en dat het glomt. Nee, maak een grapje. Dat het glimt. Mooi. Op dit moment is enorme verandering en dat zal een grote zegen zijn. Heb vertrouwen dat je gebeden worden gehoord en beantwoord. Dit is vooral voor mama's, want jongens,
Ik praat nooit over de politiek, heb ik mezelf ooit beloofd. Of toen ik 16 was, 17. Want ik kan dat niet aan. Ik ga niet tegen jullie liegen dat ik niet huil thuis, hè? Wat ik zie op het nieuws. Maar ik kan het niet laten zien. Want anders stop ik niet met huilen. Het raakt me zo diep om die kinderen te zien. Het raakt me zo diep de onrechtvaardigheid. Of ik weet niet hoe het werkt allemaal, want daarom benoem ik niet veel. Maar ik weet wel dat liefde overwint en dat liefde al heeft gewonnen en het licht al heeft gewonnen. Dus ik steek elke dag kaarsen aan voor mama's en hun kinderen en oma's over daar. En ik roep ze ook op. Van ik hoop, al in je situatie, dat je mijn licht mag voelen en daarmee een creatieve idee vindt om jezelf te kunnen beschermen onder de chaos, in deze chaos. Dus doe met me mee. Zet alsjeblieft een lichtje, een kaarsje, steek dat voor hun aan. Dan kun je minder bezorgd zijn. Dat werkt voor mij. Ja, en ik doe offers, zodat er ook meer binnen mag komen. Hè. Ja, de voorspoed is ook hier. Nou, begeleiden van kinderen. Dit is wat nu aan de hand is. Mama's huilen. In het donker, zodat we het licht kunnen vinden. Dit is het moment dat we terug moeten keren en helpen. Ik heb eergisteren nog een post gedaan van de, serieus, de wayshowers noem ik maar, want zo ben ik. Die hebben het nu heel pittig omdat veel mensen ook uit balans zijn. Maar het is onze taak, het is onze roeping, beter gezegd. Want iedereen die naar mij als wilt kijkt, is een wayshower. Dus ik ga jou oproepen en vragen, help mensen, help hunzelf helpen, maar verlies niet jezelf. Geef jezelf niet weg. Leer in deze donkere periode hoe je iemand kan helpen. En dat helpen niet redden is. En dat het tot het midden. Ga oefenen in deze donkere periode, zodat je in 2024 het verschil kan uit elkaar halen. Want helpen hoort, past bij ons. Is ook een voeding om een andere ziel blij te maken. Maar de les hiervanuit is dat je geen Captain Hero bent. Je hebt geen cape. Je bent een heks. Je hebt een contact met het universum. Dan moet je de 12 geboden kennen. Of universele wetten. En dat geef je door. Het is een tikkie. Het is net als een spel. Dat zeg ik altijd. Als ik iets nieuws heb geleerd. Tikkie, leer jij ook anderen. Dat vraagt deze kaart. Gisteren en vandaag. Je bent goed in het helpen, adviseren en genezen van kinderen. Gebruik dit talent om nu kinderen te helpen. En de kinderen zijn de kinderen, of is God, hè? Kinderen van God. En ook natuurlijk je eigen kinderen. Kinderen kunnen ook zelfs ouder zijn dan jou. Je mag je eigen moeder, hè? Soms, of papa's, broers, zussen. Laten we elkaar begeleiden, vooral als jij een codo hebt gekraakt. Help de ander ook. Zeg het ook. Ik help je tot hier. De rest doe je zelf. Want als je dat ook niet benoemt, komen er misschien verwachtingen. En dat zie ik ook heel veel in deze donker. Verwachtingen van een ander. Omdat ze dan ook zien dat de andere loopt van, ja, ik ook, maar je zou me ook helpen. Op dit moment kunnen we je wel helpen tot een bepaalde punt. En de rest moet je zelf doen. Ga je ook te ver? Zou je lessen leren sinds gisteren naar vandaag? Dat helpen tot het midden is en niet redden. En wil je gered worden door iemand, dat gaat ook heel pijn doen. Want het is begeleiden. Dus ga de woord kraken van begeleiding. En helpen. Goed, woensdag, donderdag. Mijn feestje. Mijn feestje. En daar is ze, Kali. Look, she looks like me. Punt. Zie je daar? Kijk die eclipse hier. Zie je die lotus? Zij is alles aan het destroyen wat niet klopt. Zoek Kali Mata op. Dat is de dark feminine waar heel veel mensen in don't get it. Zij is eigenlijk moeder God in mijn wereld. Hè? In mijn wereld is zij moeder God. Ik eer haar elke dag. Ik zoen haar elke dag. Ik ben zo trots dat ik haar mag ontmoeten. En dat ik begeleid mag worden door Kali Mata. Omdat ze me altijd helpt. Een nieuw begin te maken en ook dingen af te sluiten. Eer haar,
vooral in deze tijden. Of zoek, of vind, of voel aan welke godin het beste bij jou past, die jou kan helpen door deze periode te gaan. Ik heb al een paar weken geleden genoemd dat de meeste vrouwen voor de dark feminine energy moeten gaan om al de demonen en de nare en de illusies en al wat niet klopt, al dat verzinsels. Want veel mensen verzinnen dingen omdat ze iets hebben ervaren. Het is niet altijd een feit. En een daad zegt niet dat de persoon dat is. En dat is allemaal wat je tussen de heilige, alle zielen en alle heiligen gaat leren. In de tussentijd moet je offeren. En dan gaat de lotus open. Het oude moet eerst worden losgelaten voordat het nieuwe zijn intrede kan doen. En dat is aan de hand. We zijn in beweging omhoog, omhoog. En als je omhoog gaat, dan gaan allemaal dingen van je af. Maar het zijn allemaal de donkere stukken van je deel. En weet je wat je ook zou kunnen doen? Heb ik ook deze week gedaan. Jij kan toch je eigen licht en je eigen schaduw met elkaar ook laten trouwen. I did. Dus daarom zeg ik, ik ben niet bang voor de donker. Ik ben niet bang voor mijn eigen donker. En ik laat ook mijn donker aan mensen zien. Want het is heilig. En het is niet dat ik een donker persoon ben. Dat is dan aan jou om mij zo mee te nemen. Als ik jou juist oprecht laat zien dat ik vandaag niet fijn ben. Mijn hormonale dagen, PMS. Ik laat dat zien. Ik laat mensen ook weten. En nou aan jou, met je weer van Ben Aswald. True, true story. Blauwe magie. Tell them the truth about yourself. Vandaag kan ik het niet. Ik heb kortsluitingen. Ik haal het niet. Het voelt niet goed. Of ik voel me niet goed. Dadelijk verpest ik het. Of ik noem het op. Ik zeg altijd, veel mensen schrikken ervan. Maar dat brengt mij ook gelijk naar het licht. Wist je dat als je het uitspreekt dat je onzeker bent? Of even jaloezie kun je uitspreken. Dan breng je het naar het licht en dan kan een ander daarom lachen en jou helpen. Just do it. Weekend. Muziek. Je onafhankelijkheid is de fundament voor je kracht en succes. Nou, ik ben eigenlijk ook een beetje een katje. kunstenaren, dansers, schrijvers. Vertel je verhaal over het donker. Schrijf een mooi liedje. Heel mijn keel gaat open. Jullie zijn de messengers. Hè? Vroeger als je het niet verteld kan, dan moet je het zingen. Dus ik ga roepen de dichters. Schrijfmediums. Sprekers. Ik roep je op. Om te gaan vertellen wat beter kan. Want we moeten de kinderen begeleiden. En ook, hè, moeten jullie mij begeleiden, hè? Want de leerling wordt de meester hè? Blijft ook een leerling. Je hebt altijd een hiërarchie, je is altijd een puntje boven je. En Diana, Dirty Diana, dat hoor ik in mijn hoofd. Dat moet eruit. Er is een houding nog binnen ons, hè? Die dat uit moet. En daar moet je meteen naartoe. Zodat je onafhankelijk wordt. Oh, aanhankelijkheid. Ja, patronen. En die moet je gewoon uit je systeem halen. Uit je systeem halen. Je moet gelijk naar het doel. Mooi. Als ik ze samen zie, dan komt je talent uit. Moment dat jij de frustraties, de wrok, de verdriet, het verleden. Laat me gewoon het verleden hebben. Dat wat jou is overkomen in het verleden, zodat jij dat zou overwinnen. Want we zijn overwinnaars. Hè? Wij zijn geen winnaars. Wij zijn overwinnaars van het onderwerp of van die persoon of van het thema. Dus ga voor de overwinning. Vanaf vandaag, begin november. Het is 11-11, hè, november. Het portaal komt eraan. 11-1-1. Hoofd en hart. Gericht. Zodat je onafhankelijk, zodat je alleen mag reizen. Geloof me, mensen denken dat ik heel vaak grapjes maak over dat alleen zijn. Het is niet omdat ik een Virgo ben, omdat ik een maagd ben, omdat wij kluizenaar zijn. Nee, alleen ben je dichter bij God. Samen met mensen die nog hun verleden moeten opruimen, brengen heel veel vertraging en verdriet
en verwarring. En soms kun je zelfs denken dat het aan jou ligt, want energieën botsen. En dan ben je heel lang bezig met wat is het nou, wat heb ik gedaan. Maar als je geconcentreerd aandacht, gefocust, alleen en onderweg weet je dat je mensen tegenkomt die jou zullen helpen. Of hulp vragen is krachtig, maar ook aangeven, joh, tot hier, ik kwam je alleen maar dit ophalen. That's it. Dan zal jij je doel treffen. En dan zou je zo gaan stralen en dan komt de money. Maar dat geldkwestie is ook een ding. Hè? Want mensen moeten ook gaan leren houden van geld. Daardoor begint het ook op te raken. Pardon, zie je? Daar komt het vandaan. Financiën. Uitgeven. Pardon, zie je dat? Of te veel uitgegeven omdat je je rot voelde in het donker. Maar nu wordt het nog donkerder. Dan heb je niks om uit te geven. Dat is ook een donker. Misschien patronen. Te veel uitgeven. Te veel weggegeven hoor ik ook. En daar moet je nu weer van terugkomen. Ook je kracht weggegeven. Roep je krachten terug. En begin opnieuw. Door te weten, ik ben een wayshower. Ik begeleid mensen die geholpen willen worden door mij. Vooral als ze vragen ben ik oprecht. En ik vertel de waarheid. Maar ik geef ook altijd aan, er is een begin en een einde. Tot hier kan ik je helpen. En tot daar stoppen we. Want iedereen moet onafhankelijk naar zijn doel reizen. En dan kom je terug. En dan deel je met de wereld. Dat heb ik geleerd. Van Kenny B. Ja, dat had me mooi geïnterviewd. En wat ga je doen? Waar kom je vandaag? Ik kom uit West-Kruiskade. Ja, Rotterdam. Westen. Zeg, en dan moet je dan die mensen proberen te helpen. Maar heel de wereld helpen wordt je gek. Dus weet dat ook. Als je van plan bent om te gaan helpen, weet ook dat je niet heel de wereld kan helpen, maar je kan helpen met de mensen die op jou lijken. En waar jij vandaan komt, ben je mama, kan je mama's helpen. Hè? Zo moet je het ook zien. Want jouw ervaring verkoopt. En jouw ervaring moet gedeeld worden. En dan, met jouw ervaring, tref je het doel. In liefde. Doe je dat niet in liefde, is het herhaling, 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 herhaling. En dat zie ik veel vormen. Niet uit frustratie, niet uit dat, waarom, niet uit, nee, uit liefde. Wanneer je terug bent gekomen van de lessen die je moest leren. En nogmaals, het donker is heilig. Love, love, love. Gaan kijken. Bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Precies dat voel ik. Kijk in je innerlijke wereld, onderzoek hoe het komt dat je zo voelt. Blauw, paars, krijn. Bovenste chakras moeten opgeruimd worden. Doordat je zo voelt. Ja? Kijk, het ziet er zo uit. Kijk, dit is strak. Kan ik het nadoen? Gericht. Daar naartoe. Heel mooi. Liefde in overvloed. Er is genoeg. Misschien is dat ook wat mensen nog moeten leren in deze donker. Voor altijd en eeuwig. Er is genoeg. Het gaat niet op. En als jij zo doet, dan ga je zelf op. Daarom hebben we veel burn-out of zoiets alles. De begrip. Maar je moet jezelf begrijpen, niet de wereld. Jij bent de wereld en dan creëer je een mooie wereld. Je moet niet de wereld van de anderen willen begrijpen. In vriendschap of in liefde of familie, banden of in collega's, stukken, vriendenkring, zie ik. Nee, je moet elkaar laten lachen en niet dumpen bij elkaar. Dat is het. Dus we zijn aan het dumpen bij elkaar. Het donker dumpen bij elkaar. Ik zie het gewoon als ik de kaarten aanraak. Vrouwen moeten dat ook niet bij hun man doen of hun man bij de vrouw doen. De frustraties in huis. Blijf bij jezelf. Geef het ook aan. Ik voel me niet zo, maar het is van mij. Zou je me kunnen helpen? Heb je ook je wel eens zo gevoeld? Wat heb je gedronken of gegeten? Waar was je? Ging je naar Mena voor een consult? Goed? Voor de single ones. Oh, die kwam er gelijk uit. Ik denk op dit moment aan je en ik hou van je denkbeeld. Wauw.
na donker. Kijk, zo zitten heel veel mensen die openstaan voor een relatie. Maar kun jij manifesteren vanuit je hart? Heb jij je donker al uit je gehaald? Dat schaduw, dat wanneer de partner komt, dat je niet aanhankelijk aan de partner bent. En dat krijg ik door. Kun jij dan je partner begeleiden? Stel voor als je partner kinderen heeft, want tegenwoordig is iedereen blended. In familie is blended. Ik vind dat zo leuk. Ken je dat dan? Kun je al manifesteren terwijl je voelt dat degene van jou daar is, vanuit je hart? Nee, nog leuker. Kun je ontvangen? Want misschien diegene heeft jou al gezien, maar die denkt, wacht het nog even. Want je bent voor mij als world. Ik geloof, als je voor mij als world bent, diegene heeft jou al gezien, maar jij ziet jezelf niet en dan komen ze nog niet. Want jij moet nog even dat onzekerheid, wat zeg ik, ervaringen, verschijnselen, therapie nog, kruiden, leren bidden, mediteren, yoga, krijg ik allemaal te horen. Want er wordt aangedacht van, oh, waar ben je, my loved one? Ik wacht op je. Maar ik denk, wanneer diegene komt, daar zit er nog heel veel donker in de mensen die openstaan voor een verbinding. Je moet nog leren ontvangen naar de donker. Dat is de donker. Zie je? Anders krijg je hem niet. Nee. Nee. En als jij een persoon in je hoofd hebt als single, krijg ik te zien. Eentje die al de deur uit is, die de deur is ook echt gesloten. Die kwam alleen maar een les leren. Niet trekken en duwen door de donker. Dat ene. Het is een nee. Diegene die, misschien is dat het. Diegene die je denkt. Zal ik het zo zeggen? Die je denkt dat hij of... Het is dieper, want je moet het door donker. Jij weet wel waar ik het over heb. Als dit gericht is, resoneert met jou. Je voelt het ook van, het resoneert met mij. Dus ik zet ook die energy erin. Als het met jou resoneert, dat je weet waar het over gaat. Want het is een algemene reading. Maar soms pak ik specifiek aantal mensen. Misschien twee mensen maar. Zijn twee mensen die standaard naar mij kijken. En die hebben een idee over een persoon. En de antwoord is nee. En misschien ben jij diegene constant aan het aantrekken. En dan ben jij je aura eigenlijk druk aan het maken. En dan kan de echte niet binnenkomen. Denken is niet echt. Hè? Je moet het voelen. Voel je dat hij of zij er is. Ken je dat al? Want ik voel nog dat het einde en het begin en dat je nog geconcentreerd moet zijn. Kun jij jezelf voelen? Weet jij wat jij wilt? Weet jij wat jouw liefdestaal is? Want anders blijft het een nee. En misschien is diegene het ook, maar het is nog steeds een nee voor nu, want het donker is nog niet uit. Want jij ziet het donker misschien nog niet als iets heiligs. Waar licht en donker samen wordt geboren. Misschien moet je ook nog zoveel leren over het donker. Want misschien als je dadelijk een partner aantrekt, die heeft ook zo donker. En dan moet je dat niet gelijk uitmaken en weglopen en alles. Omdat je het les over het donker hebt geleerd. Dat daar het licht wordt geboren. Daar liggen de zaadjes. Daar ligt het mooiste wat je nodig hebt. In de goot daarachter, beneden. Verliefd. Hoort een beetje bij deze. Nou, valt ook twee. Je hebt zelf de macht in handen om nee te zeggen of om eruit te stappen. Ik zie de ank hier. Het gaat over macht. Ik zeg altijd, ik vind macht, dat zei ik laatst, dat gevoel, ik hou meer van het spirituele kracht. Dus als iemand ook van die machtspelletjes, want dat hoor ik als ik het aanraak. Heen en weer, op en neer, ja, nee, nee, nee. Eentje. Maak er gebruik van je goedheid. En de ander denkt, kom nou in mijn armen. Laten we dit fixen. Oh my god, wat een Halloween. Als ik macht zeg, dan weet je het.
Degene die dan met je speelt en die iets van je wil hebben, die komt ook alleen maar licht van je nemen. Want er zijn heel veel magiërs hier en boze wicked witch, die worden groen. Die hebben dan nu op dit moment iets nodig om op kracht te komen, maar dan is voor hun macht. Willen ze hebben, want dat is dan hun voeding. Dus ik denk dat sommige verliefde mensen nog iemand, ja, je weet het ook. Dat dit een machtsspelletjes, machtsmisbruik is. En dan een ander die denkt, en nou is het klaar, ik ga eerlijk zijn en kom in mijn armen, we hebben elkaar gezien. Ik ga nu de waarheid spreken. Oh, dat heeft te maken. Mensen durven niet altijd de waarheid te spreken. En dan krijg je dit gedoe. Ja, diegene denkt dat jij spelletjes bent aan het spelen. En dan krijg je dat effect, die botsing waar ik dus nu dat allemaal zie. En dan word je verdrietig van. En sommigen komen je een les leren. Maar als je dan gaat fantaseren dat dat het is. Dus bij verliefde mensen vraag ik jou om illusies nog uit jouw systeem te halen. Want anders gaat iemand gebruik maken van dat energie wat je allemaal weggeeft en alles. Ja, 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 dat zie ik. En de single ones... misschien ben je er nog niet klaar voor, omdat je dus nog onafhankelijk moet worden. Ik denk dat ik het goed heb. Zo niet, ja, het is een algemene reading. Voel je hem niet resoneren? Next time. Vraag moeder Maria dan om je wel te helpen met het inzien. Romantische engelen, shrobijnen, to show you the way. En vraag aan Santa Muerte om je pad te verlichten. Nou. De mensen die samen reizen. In een relatie. Oh, wauw. Vertrouw erop. Soms in een relatie raken we uit balans. Maar als je de diepe vertrouwen hebt dat alles al goed is. En dat het gewoon een thema is waar we aan moeten werken. Om dan nog hoger samen te trillen. Om elkaar beter te leren kennen. Om dieper een verbinding aan te gaan. Is dat toch geweldig. Dat het niet zo trekken en duwen is in een relatie, allebei onafhankelijk, omdat je weet dat het goed zit. En heb je dat niet in een relatie, mis je het vertrouwen, dan moet je even goed gaan praten met elkaar. Oh, het gaat om transformatie. Eentje is misschien aan het transformeren. Transformatie vindt plaats door acceptatie. Dus ga aan het leren vertrouwen dat het goed zit, maar op dit moment zijn we donker. Verdriet, of het wordt natuurlijk stelletjes die dan ook heel leuk hebben. De kracht van jaloezie komt er ook op. Maar vertrouw erop wat ik laatst al zei. Dat zie ik steeds meer. Mensen die bij elkaar zijn gebracht door God. Niemand kan ertussen zitten. Liefde kun je niet dwingen, afdwingen. Niet omdraaien, niet betoveren. Nada. Zit goed. En, oh wauw, het keert ook terug als mensen dat doen. Is terug aan het keren. Als mensen ontwensen en ertussen zitten. In mensen in hun gezin of zo. Ja. Ja. Je relatie met iemand anders staat op het punt te verdiepen. Is het niet prachtig? Hè, oranje. Dus eigenlijk, we zijn hier aan het transformeren. En het is een mysterie. Controle, controle, controle hoor ik in mijn hoofd. Let it go. Laat het zich uitvouwen. Laat het donker vervagen in het licht. Door doelgericht daar naartoe te gaan. Ga gesprekken aan met therapeuten. Ga langs massages. Ik voel ook heel veel spanningen. Mensen moeten ook gemasseerd worden. In bad liggen. Warmte. Kruikje. Lekker knuffelen met je dieren of met je baby's. Tel je zegening, al ben je vrijgezel, zit je in een verbinding heen en weer, samen thuis, dat het even gek is, want we gaan een nieuwe cyclus in en de donker moet eruit. Weet dat het alleen maar leuker wordt als je hard hebt gewerkt. Ja? Transform voor vrijheid. Dat wens ik je. Vrij van angst. Is dat niet een mooie intentie? Dat doe ik elke dag zeggen. Geef ik je mijn code mee. Kijk, die volle maan. Zie je die maansverduistering?
heeft je laten weten dat je jezelf moet bevrijden van dat wat je voelt en dat liefde. Alleen maar liefde is echt. Alleen maar liefde is echt. Dat zijn allemaal illusies of die emoties zijn kompas. Je moet je opruimen, je gevoelens in balans. En dan happy new you. Transformeer en verwacht een wonder. Je krijgt altijd een beloning, hè? Als je transformeert, geloof me. Vertel het echt uit ervaring. Oké? Okay? Dan ga ik jullie nog snel programmeren. Ik heb mezelf beloofd om... I put a spell on you. Dus ik ga even een spel. Een gezellige spel, hè? Niet een enge spel. Want sommige mensen don't get it still. Denken nog steeds, voodoo is negatief. Kennis, ja? Black magic is egoïsme. Weet dat, ja? Dat mensen gaan magie uit egoïsme alleen maar voor mij. En het werkt nooit, want egoïsme is niet van God, het is tijdelijk. Dan weten we dat. Dus daar heb ik dit even snel uitgelegd. Dit is white magic, dat is een spreuk. En dan heb ik een kleine takje. Zie je dat? Abracadabra. I create as I speak. Het donker is heilig. Ga er doorheen. En het enige wat je vindt is licht. En alles staat stil. Mwah. Gedraag je, ken je plek. Zoek het op. Doei doei.